Goedenavond, het nieuws van zondag 5 maart. Eerste KLM Fokker 100 zakt door landingsgestel. Mogelijk strafvervolging moslimdemonstranten. Thatcher opent internationale ozonconferentie. Aan het begin van de middag is op het vliegveld van Genève een Fokker 100 van de KLM vlak na de landing door zijn landingsgestel gezakt. Niemand van de passagiers en de bemanning liep letsel op. Het ongeluk gebeurde op het moment dat de Fokker 100 van de landingsbaan wilde afdraaien naar de taxibaan. Het linker landingsgestel brak af en daardoor werd de landingsbaan geblokkeerd en dat betekende ook dat het vliegveld niet gebruikt kon worden. De 95 passagiers en 5 bemanningsleden verlieten het toestel ongedeerd via de noodglijbanen. Het KLM-toestel was net aangekomen na een lijnvlucht Amsterdam-Genève. Tegen het eind van de middag was de Fokker 100 weggesleept en kon het vliegverkeer op Genève worden hervat. De ongelukkige machine was de eerste Fokker 100 die door de KLM in gebruik werd genomen. Dat was nog geen maand geleden. In 1987 was er ook al een probleem met het landingsgestel van een Fokker 100. Toen zakte een machine na een testvlucht op Schiphol door zijn wielen. En dat gebeurde na een opzettelijke harde landing om het landingsgestel te testen. Maar uit luchtvaartkringen horen we zojuist dat de nieuwe KLM Fokker 100 2 weken geleden ook een dergelijke harde landing heeft gemaakt. Op 18 februari zou een KLM-vlieger, terwijl hij niet met de computer maar met de hand landde, een fout hebben gemaakt. Het toestel kwam met een zware klap, deskundigen zeggen een klap van 3G, op de landingsbaan terecht. Van een dergelijke harde landing moet een luchtvaartmaatschappij officieel de vliegtuigfabriek in kennis stellen. En dat zou niet zijn gebeurd. Het landingsgestel is door KLM-technici wel uitvoerig geïnspecteerd en toen is niets ontdekt. Nu is een soortgelijk onderzoeksteam naar Genève gestuurd. De Rotterdamse politie heeft in navolging van Den Haag nu ook besloten om de anti-Rushdie-demonstratie van gisteren te evalueren, zoals dat heet. Over de demonstratie maakt de politie voor burgemeester Peper een rapport en die bekijkt of een strafvervolging tegen bepaalde demonstranten nodig is. Velen eisten gisteren luidkeels de dood van Rushdie. Directeur Rabba van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders wil een gesprek met de moslims in ons land. Na lezing van het boek van de heer Rushdie moet ik constateren dat zijn boek zeer kwetsend is voor de moslims. Ik vind ook dat de moslimsorganisatie in Nederland alle mogelijke en rechtmatige middelen kunnen gebruiken binnen de Nederlandse rechtsorde om het boek te bestrijden. Ik wijs echter om de volgende redenen elke oproep tot moord af. Punt 1, omdat het niet past binnen de tolerantie van de islam. Punt 2, omdat de islam zo sterk is dat hij 100 boeken als het boek van de heer Rushdie kan verwerken zonder schade. En punt 3, het wakkert het racisme en de haat tegen de minderheden in Nederland aan. Het Vaticaanse blad Osservatore Romano vindt dat katholieken de godslasterlijke passages in de duivelsverzen moeten veroordelen. Maar het blad wijst de moordoproep af. Woordvoerders van CDA, Partij van de Arbeid, VVD en D66 hebben de oproep tot moord op Rushdie eensgezind veroordeeld. Minister Korthals-Altes van Justitie wil nog geen commentaar geven op de oproep tot moord. Premier Thatcher van Engeland heeft vandaag alle bewoners van de aarde opgeroepen mee te werken aan de bescherming van de ozonlaag. Thatcher deed haar oproep tijdens de opening van de 3-daagse milieuconferentie in Londen. Premier Margaret Thatcher, druk en energiek als gastvrouw op de massale milieubijeenkomst, waaraan tot en met dinsdag vertegenwoordigers van 118 landen deelnemen. Centraal staat de groeiende zorg over de ozonlaag, die hoog in de dampkring de aarde beschermt tegen de gevaarlijke ultraviolette zonbestraling. Steeds meer giftige chemicaliën, als gevolg van alsmaar groeiende industrieën, hebben de beschermende laag aangetast en geleerden voorspellen catastrofes. Red de ozonlaag is hier het initiatief van premier Thatcher, die tot voor kort nooit over milieuproblemen had, maar nu ineens met alle inzet in de volkslied van de natuurbescherming is opgedoken. In het conferentiecomplex zijn onder meer ijskasten geplaatst om te laten zien waar de chemische boosdoeners vandaan komen.
Over wat deze conferentie moet bereiken, heerst onduidelijkheid. Gehoopt wordt in ieder geval op massale bereidheid om het gebruik van de giftige stoffen drastisch te beperken en tenslotte geheel uit te bannen. Moeilijke besluiten waarbij de rijke industriële landen als grootste vervuilers het voorbeeld moeten geven. En zoals vandaag de Keniaanse premier mooi opriep, de onderontwikkelde landen moeten helpen. Alarm in Zeeuws-Vlaanderen vanmorgen vroeg met een crisiscentrum en geluidswagens in Sas van Gent. 20 kilometer verder in België woedde een felle brand in een chemische fabriek in Gentbrugge, een voorstad van Gent. De hele middag is hier in Gentbrugge de brandweer bezig geweest met nablussen. De grote vraag blijft, wanneer is wie gewaarschuwd? Rond 4:30 vanmorgen ontdekten werknemers van de Sidaplex-fabriek een felle brand in het magazijn. Mensen in de buurt zeggen dat de brandweer pas tegen 5:30 kwam. Die begon onmiddellijk met huizen in Gentbrugge en in het nabijgelegen Zelzaten te ontruimen uit angst voor vrijkomend chloorgas. Blijft het feit dat men in de fabriek eerst zelf probeerde te blussen en pas later de brandweer belde. Maar die was er maar na een hele lange tijd, want die hebben gewoon getracht vanzelf de brand te blussen. Ondertussen tijd een geweldige geestontwikkeling, de brand. En al dat er maar kon zijn. En dan hebben ze gewoon, nou ja, de mensen beginnen evacueren. Maar volgens de directie van de fabriek zat er in de rookwolk geen chloorgas. Dat is niet waar, dat kan ik zo ter stelligste bevestigen. Wij zijn producenten van polystyreen en bij verbranding van polystyreen komen er geen giftige stoffen vrij. Toch was er in Sas van Gent vanmorgen groot alarm. Er werd een crisiscentrum ingericht nadat om 7:30 de Belgische Rijkswacht de Zeeuwse Rijkspolitie had gealarmeerd. Die waarschuwde met luidsprekerauto's de plaatselijke bevolking. Een meetauto stelde later bij de grens vast dat er geen gifgevaar was. Wel kwam de waarschuwing dus pas 2 uur na het alarm in België. Als er iets ernstigs aan de hand was geweest, dan zou 2 uur wellicht te lang zijn geweest. Maar bij de huidige windrichting en de windsnelheid zou het toch wel enige uren geduurd hebben voordat een eventuele gifwolk Nederland had bereikt. Voor de opsporing en vervolging van milieudelicten zijn meer rechters, officieren van justitie en ook meer politie en ambtenaren nodig. Dat zegt een werkgroep in een advies aan minister Korthals-Altes van Justitie. Ze pleit onder meer voor 28 extra officieren van justitie. De werkgroep heeft de consequenties onderzocht van het Nationaal Milieuplan dat 5 april verschijnt. De Haagse advocaat-generaal, minister Bos, is voorzitter van de werkgroep. Hij onderstreept vooral dat de controle en vervolging van milieudelicten sterk moet verbeteren. Het is vanuit het bestuur, dat zijn dus de gemeentes, de provincie en de waterschappen, veel meer dan voorheen het geval was, controles worden uitgeoefend. Dat betekent dat bij die controles veel meer dan voorheen onregelmatigheden worden geconstateerd. En dat zal dus aanleiding zijn voor de politie om veel meer dan vroeger het geval was procesverbaal op te maken. Dat laatste, dat betekent dus voor de politie uitbreiding, maar dat laatste betekent ook dat er veel meer procesverbaal dan voorheen op de parketten binnenkomen die verwerkt moeten worden. In Friesland is de surfmarathon bijna afgelopen. Een wedstrijd over 220 kilometer langs 11 Friese steden. Voor de 7e maal achtereen. En ditmaal gaat een Fries winnen. Alexander Hoekstra. De zwaarste surfwedstrijd ter wereld kende vanmorgen vroeg bij de start in Harlingen 9 uitvallers. En toen al hadden de 25 overgebleven surfers moeilijkheden omdat er met windkracht 3 in de zeilen nauwelijks goed en snel valt te surfen. Hier in de Singel van Harlingen wordt er gepompt om vooruit te komen. In een dergelijke lange surfwedstrijd is het van belang om regelmatig te eten. Elke surfer had dan ook een verzorgingsploegje bij zich die dat regelde en de surfer goed in de gaten hield. Net als gisteren, in de eerste etappe van de marathon lag de Fries Alexander Hoekstra ver op kop. Duizenden toeschouwers langs de route zagen hem die voorsprong uitbouwen en niet meer uit handen geven. Straks tegen 8:30 finisht Hoekstra op de Singel in het centrum van Sneek. De eerste Fries die ooit deze surfmarathon gaat winnen.
En dan de weersverwachting tot slot. Vannacht kunnen bij een temperatuur van 8 graden enkele mistbanken ontstaan. Morgen vroeg lost de bewolking wat sneller op dan vandaag, zodat de zon meer te zien is, zeker in het midden en zuiden van het land. Er waait een matige zuidenwind. De temperaturen lopen uiteen van 12 graden op de Wadden tot ongeveer 17 graden in het zuiden van het land. Vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag. Aanvankelijk wolkenvelden, maar later in de week wat meer zon. Geleidelijk daling van temperatuur. Dit was het Journaal van 8 uur. Goedenavond.